Ja, vrienden, voetbalhumor. We hebben er weer een staaltje van kunnen lezen in de krant, hè? Ja, ja. Heb je hem gezien? Dat bruidspaar. En die vrienden van dat bruidspaar, die hebben toen die mensen weggingen, want die gingen natuurlijk in een hotel slapen of op vakantie, hebben ze die hele tuin volgegooid met zaagsel. Haha. Ja, ja. Dat is nou een typisch voorbeeld van voetbalhumor. Ja, ik, gek genoeg, ik heb er nooit om kunnen lachen. Nee, niet één keer. Al die tijd dat ik in de voetballerij, daar zijn ze natuurlijk meesters in de voetbalhumor. Dat begrijp je. En schoen vast timmeren in de kleedkamer met een paar spijkertjes. En dan wil je opstaan en... Ja, die... Ja, dat is hem dan. Dat is voetbalhumor. Even pissen zo... Ja, in de shampoofles en er stond zo'n gozer onder de douche en allemaal weer. Die, ja, dat is voetbalhumor, zo gaat hij. Ja, en even knippen, hè, zo, overhemdje, mouwtjes eraf, broek, hup, even. Pijpjes zijn even wat korter, ja, dat zijn ze. Dus dan leer je in de voetballerij wel om niet te snel de kleedkamer uit te gaan bij de training. Nee! Je zorgt dan dat je als laatste weggaat, want dan kunnen er geen grote ongelukken gebeuren. He, met je kleding en van alles en nog wat. Of als je klaar bent met de training, dan zie je dat je hele auto is ingesmeerd met mayonaise. Dat soort dingen. Dat zijn ze. En dan liggen ze weer helemaal over de vloer van het lachen. Ja, voetbalhumor, dat is hem. Wat ze ook doen in trainingskamp, dan gingen ze gauw even naar je kamer. Dan of ze zetten je hele bed... En de hele handel zetten ze gewoon buiten. Dan kom je gewoon in een lege kamer. Ook weer, haha, ja, voetbalhumor. En wat ze ook deden, ze pakten gauw je lakens en je sloop. En die hup, stopten ze even gauw in het bad. Gewoon heel even, lekker even nat maken. Dan even een beetje uitwringen. En dan weer keurig het bed opmaken. Dan kom je zo het bed weer in. En een lol. En weer lachen natuurlijk. Ja, dat is de voetbalhumor. Maar goed. Ik weet er ook eentje. En die krijg je gratis van mij. Als je dus iemand een keer goed te grazen wil nemen. En is het een bruidspaar of een vriend van je. Die gaat als volgt. Als jij weet in welk hotel hij slaapt. Dan zorg je dat je in zijn kamer komt. Ja. En dan ga je... Naar zijn nachtkastje. Dan doe je de la open van het nachtkastje. En je doet je hup, yo, broek omlaag. En je gaat daar eens lekker in die la. Ga je lekker zitten bouten en lekker zitten kleien. Ja! Gewoon zo lekker zo. En lekker door, hè? Dat is het goed. Laat je dicht. Nou, ik verzeker je, dan heb je een plezier van. Want die gozer, die komt zijn kamer binnen. En die denkt, god, wat meurt het hier. Ja, het meurt daar, ja. En maar, snif, snif, en maar zoeken, hè. Zoeken, zoeken, zoeken. Waar komt die lucht vandaan? Ja, op die lucht vandaan. Nou, ik verzeker je dat de laatste plek waar je zoekt, dat is in de la van je nachtkastje. Ja! Hey. En eigenlijk vind ik deze wel weer leuk. Nou, heel veel plezier ermee.